deze volume in de bossa, hè, bon. Hey. Bon dia. Hé, hey, kom daar. Wat staat op je daarvoor? En dat kiep op een boom. Zag je dat bij baby, baby? Dat is gewoon. Wat hè? Interessant, hè? Hallo. Wat is gebeurd? Nou, ze zijn hier achter ben, zijn ze binnengekomen. En ze hebben iets meer dan 20 flessen gepakt. Ze hebben allemaal pakken gepakt, 14 pakken. Ze hebben 9 vesten gepakt. 9 automaten hebben ze gepakt. Lood, we hebben allemaal loodjes kwijt. Hebben ze. En het leuke van alles is, ik wist niet dat je aangifte kon doen tot 8 uur 's avonds op Curaçao. Daarna kan het niet meer. Daarna kan het niet meer, zegt de politie gisteren. Dus meteen achter de boef aan, dat is er niet bij. Nou, ze hebben de nummerplaat van die jongens en ze hebben er nog niks mee gedaan. En dat vind ik irritant. Dat zij, ze wisten, 5 uur was het ongeveer gebeurd, want dan wist de buurman, hoorde het. En om 5:30, drie minuten over 5:30 werd ik gebeld en ik was er binnen 4 minuten, want ik woon dichtbij. En ze wisten het nummer en ze hebben er nu nog steeds niks mee gedaan. Ja. Ik vroeg me namelijk af, je zit in een buurt, er wonen heel veel mensen van de buurt komen ook bij jou, die kennen jou ook. Dus het moet niet zo moeilijk zijn om de daders te vinden. Lijkt mij ook, maar ja. In de praktijk blijkt het toch anders. Zeg maar, de buurman heeft wel goed hun best gedaan. En een andere buurman heeft een camera, daar ga ik ook na mijn tweede duik naartoe om te vragen of ik zijn beelden mag zien. Dat het misschien iets duidelijker kan brengen met wie de daders precies zijn. Ja. Nou, we zien het wel. Hey, mooie man, hoe is het met jou, man? Heb je weer geschoren? Zo, is dat je vader? Ik herken hem niet meer, man. Ja. Ik herken je niet meer, man. Wat? Ik herken je, hij is ook doof. Zo niet. Je hebt een bril. Ja. Maar kan jij wel doorgaan met je... Ik heb geen keuze. Ik ga door, brother. Ik moet doorgaan. Dit gaat me nooit meer gebeuren. Ik ga kijken door. Ik krijg heel veel lieve mensen die mij berichten. Ik mag vesten lenen van Roel Jungslager. Lene Vlasblom hebben we spullen lenen. Van Elise en van Leon mag ik spullen hebben zelfs. Bas Koster die helpt mij. Heel veel mensen die me helpen. Hans Pleik, Basau, dit zijn die lui die me ook benaderd hebben van ja, als je nu hulp nodig hebt, laten ze ons weten. Ik neem alle hulp aan om zeg maar op kracht te komen en dan omzet maken in een hoger seizoen. En alles weer terug te geven aan het eind van het seizoen. En dan zie ik ook hoe ik het lage seizoen doorkom, maar dat is mijn zorg dan niet. Is je eerste keer dat dit gebeurt? Dit is voor mij mijn eerste keer dat alles is gejat, ja. Oh nee, dit is mijn tweede keer trouwens. 3 jaar geleden was de eerste keer dat ze hadden ingebroken. En die daders zijn gepakt? Wat denk je? Ze zijn nog niet aan begonnen aan die aangifte. Ja, ik snap, die jongens werken hard hoor. Maar ja, als je een nummer hebt van een auto, dan moet het toch niet zo moeilijk zijn? Dick, ik zweer het je, ik heb hier geen normaal antwoord op. Echt waar niet. Maar ja, ach, het is zo. Ja. Het zijn zo. Maar vandaag geef je in ieder geval wel weer les en komen de toeristen nog naar je toe? Ik heb vandaag weer een introductieduik gegeven. Ik ga zo meteen 2 uur meer een duik doen. Het is een teringzooi. Ik heb morgen 11 duikers voor Klein Curaçao. Dus ik moet alles nog sorteren en sommige dingen doen die zijn, dat moet ik nog ophangen. Maar dat doe ik straks allemaal wel. Als de tweede duik voorbij is, dan heb ik meer een beetje een overzicht. En dan gaan we lekker los. Oké, okay, heb je een oproep aan de mensen? Ach, alsjeblieft. Heren, dames, iedereen die luistert en ziet. Dit bericht ziet, alsjeblieft, ik ben heel veel flessen kwijt, die staan gemarkeerd met TD of Twins staat erop. Van Twin Divers? Ja, en ik ben Maris vesten kwijt, dat zijn best wel mooie vesten. Laat je zien. Kijk eens, dit soort vesten die ben ik kwijt. Mm-hmm. Dat zijn Maris en dan staat er hier Rover Pro, dat is eentje ervan. Deze ben ik ook kwijtgeraakt, ook de Maris, maar dit is dan... Andere versie van Maris. Dit is de Prestige MRT is dit. En dan heb ik ook nog de school. Moet ik even aan de andere kant. Ja, gaat wel lang. Die heb ik al één klein voorbeeldje van. En dat is deze, dit is de Cressy. En deze haar hebben ze wel het een en ander van. Daar hebben ze heel veel van. Een Cressy. En jij verwacht dat ze dat op de markt te koop aan gaan bieden? Ik heb een vermoeden dat ze geen keuze hebben om op de markt te koop aan te bieden. Dus aan iedereen die dat te koop aangeboden krijgt? Alsjeblieft, bellen eerst. Kijk goed
Natuurlijk hebben ze altijd een neef die gaat verhuizen in Nederland. En dat soort verhalen hoor je altijd. Okay. Het is meestal niet zo. Waar moeten ze naartoe bellen? 6792193. Dankjewel, als het zou lukken.